Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vanochtend heb ik Jordi en Liam al een fles gegeven. En nu zijn we aanbeland bij zijn fruitje. Ja. Hier zit een appeltje, een pruimpje en een gele kiwi in. Met allemaal stukjes van alle drie de soorten. En wij gaan eens even kijken of dat hij het lekker vindt. Volgens mij vindt hij het goed te pruimen. Want er zit ook pruim in, hè. Dus hij vindt de pruim lekker. En Liam die ligt hier voor mijn neus. En die zit ook te kijken van, hallo. Is het alleen voor hem? Ik krijg niks. Maar daar ga ik ook één deze dagen mee beginnen. Zodat hij ook lekker iets gaat krijgen wat happen betreft. Want volgens mij is hij daar echt aan toe. Hoppakee. Oh, chips. Blijf zitten. Blijf zitten. Blijf zitten. Ja, mama even afdoen, hè. Vind je het lekker? Vind je het lekker? Jordi, kijk eens naar mama. Kijk eens naar mama. Hallo? Vind jij het lekker? Volgens mij vindt hij het lekker. Hoppakee. Ja, twee knuffelbeertjes, hè? Ja. Ja. Lekker twee knuffelbeertjes erbij. Dat zijn van jou, hè? Niet van Joef, hè? Nee. Ja, en daar werd je wakker van, hè? Dat ze alles gejat had. Ja. Dus nu ligt ze daar. Ze is er zelf ingekropen toen ik al begon te schelden. Dus, ze dacht bij haar eigen betrapt. Ga maar weer de bandje in. Prima ook. Hé jongen? Ja! We hebben hier even last van een wolkbreuk. Hagel, onweer. Alles wat je maar kan verzinnen. Jordi. Is nou zijn fles aan het drinken. Liam heeft zijn fles gehad. En dadelijk gaat Jordi naar bed. Ik zou ook zo even naar bed kunnen. Maar ik vrees dat het weer niet gaat. Want het zal wel weer zo zijn dat het weer niet tegelijkertijd slaapt. Dus Jordi is eindelijk wakker. Die heeft lang geslapen. Ik dacht net, ik ga eens eventjes naar boven toe om te kijken hoe en wat. Liam daarentegen is wel vanmiddag heel de middag wakker geweest. Die ligt nu even te slapen. En Jordi ligt lekker een flesje te drinken. En dan gaan we even juf Roos kijken. Niels is nu Liam zijn broek aan het verschonen. En ik was hem net aan het eten geven en toen voelde ik dus een scheet. Maar hij had zijn fles al bijna op. Dus ik vroeg aan Niels, kun je alsjeblieft even kijken of dat zijn luier vies is. Dus Niels die pakt die luier, maar hij grijpt met zijn duim zo in de stront. Ja, en heeft mama ook een lol, hè. En de gezicht dat Niels erbij trok. Nou echt, ik ging helemaal stuk. En omdat ik dus helemaal stuk ging, ging Liam ook helemaal stuk. Die vond het ook geweldig. Maar hij bleef dus iedere keer naar die duim kijken.
Zo van, daar heeft de stront aan gezeten. Maar goed. Ik ga verder met eten maken, anders dan gebeurt dat ook niet. En dan gaan we even eten. Ja. Ja. Oh. En toen? Vertel. En toen? Echt waar? Ja. Oh, hij vertelt nu dat we naar de winkel zijn geweest nog. Ja. Ja. En toen zijn we ook naar de supermarkt geweest. Hebben we wat boodschapjes gehaald. Ja. Dat hadden we gedaan, toch? En toen zijn we thuis gekomen en toen hebben papa en mama gauw de boodschapjes even opgeruimd. En toen hebben we even jouw flesje gemaakt. Klopt, toch? Ja. En nu is Jordi een flesje aan het drinken bij papa. Papa was even afgeleid door de televisie. Ja, maar dat Jordi met de flesje bij jou ligt. Ja, Jordi is lekker flesje aan het drinken en die gaat zo lekker slapen. Ja. En jij gaat dadelijk ook een keer slapen, maar je had nog een haatslaapje gedaan, hè? Even gauw, even je stoogjes dicht. Ja. Ja, hè? Ja. Blij baby, hè? Dat vindt hij altijd leuk. Papa heeft altijd iets met zijn neus. Dat hij bij Jordi doet. En dat Jordi altijd vrolijk wordt. En ik doe altijd iets met een kusje. Ik zeg dan altijd kusje, kusje, kusje. En dan kus je dan net voordat we een kusje gaan geven aan elkaar. Zit weer... Dus dan hebben we weer de grote salon. Neusie, neusie is van Boomba. Ja, maar neusie, neusie is ook van papa en Jordi. Een hele goede middag. Zoals jullie zien is ik mooi naar de kapper geweest. Ik werd helemaal gek van mijn haar. Ik heb hier ook een eczeemvlek zitten. Ik zeg tegen de kapster, ik zeg dat moet vanaf. Ik heb zoveel last hiervan. Dus die heeft ze geknipt lekker kort. Kan het weer lekker groeien. En het is ook hier een stuk rustiger over een paar dagen. Omdat er dus minder haar op zit. Maar ik heb mijn eigen al... in zoverre klaargemaakt. Wij krijgen zo bezoek. Liam heb ik aangekleed. En ja, heb ik je aangekleed, hè? Ja. Ik heb je aangekleed. Ja. We krijgen daar bezoek, hè? Ja. En ik heb hier samen met Niels gepoetst. En ik heb alvast wat eten voor vanavond gekookt. En Niels is nu even de douche in. Jordi slaapt nog. En dan... ja... is het alweer bijna tijd voor bezoek. Ik ga heel eventjes de vaatwasser uit en inruimen. En dan heel eventjes nog wat drinken. En dan zullen ze zo wel een keer komen. Inmiddels is Jordi ook wakker. En papa die is er ook gedoucht en alles. Nee, even rechtop zitten. Papa en Jordi hebben hetzelfde t-shirt aan. It's all in the family. Voor Liam hadden ze hem niet. Maar voor papa en Jordi wel. Zijn ze twinning. Yippie. Inmiddels is het bezoekje voorbij. Liam ligt op bed, maar die slaapt nog niet. En Jordi krijgt nu zijn fles. En die slaapt ook nog niet. Nee. En volgens mij hoor ik Liam weer huilen. Mama heeft werk te doen. Ja.
Maar ik heb nog wel meer te doen. Ik moet ook nog de vaatwasser even doen. Die is bijna klaar. Ja. Dus. Een kippetje gemiddeld. Pas dan maar zo. Nou, ik ga eventjes verder je mama zijn. En dan laat ik straks wel even zien wat het bezoek had meegebracht. Nou, de kindjes liggen op bed. Liam slaapt nu. En Jordi die is nog wakker. Ik zal eventjes de cadeautjes laten zien die we hebben gehad. Superleuk shirtje. En echt wel een leuke broek. Deze is ook fijn, want als hij dan buikpijn heeft, dan zit hij niet zo strak in zijn buik. Dat is ook allemaal leuk. En we hebben een cadeaukaart gekregen. Dus, superleuk. Daar ben ik echt blij mee. Niels ook. Maar die is de vaatwasser even uit en in aan het ruimen. Of uit aan het ruimen, ik ruim daar in. Of wat dan ook. En we hadden nog een cadeau gekregen. Een hele mand vol. Vol met speelgoed. Ik zal hem eens even uitpakken. Er zit een heel leuk balletje in. Er zitten twee tutteldoekjes in. Daar kan hij lekker mee tuttelen. Dat vindt hij lekker. En er zit een boekje in. Volgens mij is dit voor een bad. Ja, dit is voor een bad. Superleuk. Kan hij een bad lekker lezen. En er zit een heel leuk puzzel in. Kan hij mooi mee gaan oefenen dadelijk. En er zit een vrachtwagentje in. Met een kiepwagentje. Ook super leuk. Vind ik ook echt leuk. Dat kent hij... Misschien volgend jaar al kan hij ermee een zandbak spelen, hè, Niels? Dat is wel leuk. We willen in de toekomst een zandbak aanschaffen voor de kinderen. En er zit nog een wagentje in. Volgens mij ook. Ja, kan hij ook mee kieperen. Superleuk. En dan hebben wij ook nog iets gekregen, Niels. Wij hebben van Knijp. Hebben wij douche gel gekregen? Ja, is douche gel. Oeh, die ruikt lekker. Dit is patchouli. En dit is mint eucalyptus. Oeh, die is altijd zo lekker, hè. Ik vind dat lekker. En dit is van Rituals. En dit is... Een body scrub en een body crème. Rituals maak je me altijd blij mee. Dus dat vind ik altijd zo lekker. Oeh, lekker fris. Lekker voor in de zomer. Dat is denk ik sinaasappel. Oh, mandarijn en yuzu. En dit is sweet orange en cedarwood. Ruikt echt lekker. Die komen lekker gewoon in de douche staan. Lekker bij mijn andere Rituals spullen. Die ik met moederdag heb gehad. En dat was het. En dan hebben we natuurlijk een hele leuke mand gekregen. Is ook wel makkelijk. Voor al dat speelgoed even in te bewaren. Want alles waar die nu nog niks mee kan. Dat doen we allemaal eventjes hierin. En dan kan die daar later mee spelen. Want dat bewaar ik allemaal. Ik ben wel van mening, dit heeft Liam gekregen, dus Liam gaat ermee spelen. En als Jordi daar later samen met Liam mee wil spelen, dan is dat geen probleem. Maar dit is wel iets wat Liam heeft gekregen. Dat is ook zo, wat Jordi heeft gekregen, is van Jordi. En daar speelt hij mee wanneer Liam toestemming van Jordi daarvan heeft gehad. Dus ja, superleuke cadeaus, hè papa. Ja. Yeah. Ik ben in ieder geval blij ermee. Ik vind het echt leuk. Liam, ben jij blij, baby?
Ben je even blij, baby? Ja? Jibbie! Jibbie! Liam, je bent zo blij om jou te zien. Rustig, hè, Joef. Nee, dat komt helemaal lekker uit. Joefie. Nou, goedemorgen allemaal. Jullie zagen net dat Liam vrolijk bij Niels zat. En Niels had zijn eigen uiteindelijk helemaal aan kunnen kleden. Maar Joef die had buiten de bench gepoept. Die had met zijn kont blijkbaar tegen de talies aangezeten en zo ver mogelijk buiten de bench geprobeerd te poepen. Dus hij heeft Niels opgeruimd. Toen was Liam wakker. En toen heeft Liam alles hieronder gepist. Niels erbij dus ook nog. Uiteindelijk, tot aan zijn boxershirt toe. Het was echt gewoon een ochtendplasje, zeg maar. En toen heb ik Liam de fles gegeven. Toen heeft Niels zichzelf gauw even omgekleed. Toen lag Niels met Liam op de bank om eventjes zijn flesje te laten zakken. En toen heeft hij dus Niels ook nog eens helemaal ondergescheten. De poep kwam dus uit de luier gelopen. En toen kon Niels zich dus weer om gaan kleden. Niet alleen zichzelf, maar dus ook Liam. Dus nou, nou hebben we een blije baby. En wij denken bij ons eigen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Huizen Poep en Plas. Het is morgens om 7:30 op zondag. Nou, het was 7:15, schatje. Ja, maar nu is het 7:30. Ja, nu is het 7:30 en dat is allemaal in een tijdsbestek van 3 kwartier geweest. Maar dat is niet erg, want het maakt het blije kopje van Liam maakt het allemaal goed. Plus, we zijn ook hartstikke blij dat hij zelf gepoept heeft. Dus dat is ook nog iets. Daar staan we ook om te juichen, ondanks dat we zeggen van hij heeft zoveel gepoept en Niels moet zijn eigen omkleden. Dat is dan wel weer zo, hè. Het is niet zo dat wij denken bij ons eigen shit. Letterlijk en figuurlijk. Maar we zijn wel blij dat hij gepoept heeft in ieder geval. En hij is vrolijk. Dus dat maakt de ochtend ook wel weer beter. Zoals jullie zagen zijn we straks op kraamvisite geweest bij de kleine Gaby. En nou zijn we onderweg naar mijn oom en tante en mijn neefje en mijn nichtje. En die zijn allemaal jarig geweest de afgelopen paar weken. En vandaag is mijn tante ook jarig, dus daar gaan we even heen. En Jordi heeft er zin in, hè? Want opa en oma zijn er ook. Jazeker wel. En dus daar zijn we nu naar onderweg. Zoals jullie zien, ligt Liam heerlijk te slapen. En Niels, die is aan het rijden. En dan gaan we verder even genieten nog van je vroos op de radio, hè? Ja, dat is leuk, hè, Jordi?
Echt waar, Jordi? Waar ben je aan het vertellen dan? Dat we bijna thuis zijn. Ja? Dat we weer in de bewoonde wereld zijn. Nou, wat jullie dus bedoelt te vertellen is dat we dus bijna weer thuis zijn. En dat we de verjaardag zijn geweest. En dat het gezellig was, hè. Ze hadden voor jou je vroos aangezet, hè, Jordi. Dat had jouw neef gedaan, hè. Ja. Had jouw neef gedaan. Als we voor hem... Ja, mama's neef. Ja, het is mijn, officieel mijn neefje. En het is dan achterneef van Jordi. Nou, boehoe. In ieder geval, wij zijn dus dadelijk thuis en dan gaan we even Jordi de fles geven. Liam die heeft even daarna de fles en dan is het alweer bedtijd. En dan kan alles en iedereen weer richting bed. Dus dat. Nou, wij gaan nog heel even een klein stukje rijden. En dan gaan we thuis eventjes gauw deze grote vent eventjes zorgen dat hij naar bed gaat. Hé Jordi? Ga je lekker naar bed dadelijk? Wie zwijgt, stemt toe. Tassen uitgeruimd van de kinderen. Kindjes, fles, naar bed. Liggen ook allebei lekker te slapen. Hier eventjes nog wat opgeruimd. Aandacht aan Joef besteed, want die heeft het super gedaan in de bench. En nou ligt hij eigenlijk te slapen. Ja, ze is behoorlijk druk geweest, maar dat is niet erg. Dat is gewoon te begrijpen. Deurtje staat gewoon open van de bench en ze is er zelf weer lekker in gaan liggen. Dus die gaat daar nog eventjes naar buiten, plasje doen en dan kan ze verder slapen. Mm-hmm. En wij gaan ook naar bed, want de zondag is om en om ten einde. En bij deze gaan we dus ook deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende.